En er stonden weer grote vrachtwagens. Ik weet nog, een hele dikke, zwarte Amerikaanse soldaat, die stond die wagens schoon te spuiten. En toen moesten we op de wagens, reden we weg. Met onze bagage. Op weg naar Holland. Daar begon het in Regensburg. En de eerste stad waar we aankwamen was Bamberg. En Bamberg waren weer ook grote kazernes, maar het was een SS-cavaleriekazerne geweest. Grote stallen waren erbij. Allemaal binnenplaatsen met stallen eromheen en een gebouw waar de soldaten zouden slapen. En nou, er was zo'n toevloed van mensen die teruggingen naar hun huis, naar hun land. En die moesten in de stallen op bergen hooi slapen. Terwijl de zieken, die werden uitgepikt, daar waren wij bij. En we sliepen in de kazerne. Prachtige, ruime zalen. Daar sliepen we echt op zalen, niet meer op kamer. En ook met stapelbedden. En daar waren we met een paar oud-gevangenen bij elkaar. En de vrouwen kwamen er ook bij. En maar na één nacht slapen, vrouwen, ex-gevangenen. En Anne van Dam, die dokter, die sliep in het bed naast me. En ze rook niet goed. Echt iemand die ernstig ziek is. En ik had medelijden en ik was kwaad op haar. Ze had mijn hand niet gedrukt, ja. Maar ze sliep daarnaast en ik wou geen woord tegen haar zeggen. Maar ik werd wel aangewezen, dat was mijn lot al, ik word altijd aangewezen om dingen te verdelen. Ze kwamen en zeiden, wie is de elterste? Dat gebruikten we nog dat woord. Niemand. Maupie zei, laat Koen het maar doen. Die kan dat. En ik moest de soep verdelen. En toen aan zijn vrouwen. En ik verdeelde net als in het kamp. Iedereen kreeg een volle schep. Ik gooide niet eerst van de schep eten terug. En toen hebben ze ruzie gemaakt. Van wie meer heeft dan de ander. Die vrouwen hebben ruzie gemaakt met elkaar. De paar mannen die erbij waren niet. Gelukkig moesten die vrouwen toen later naar een andere vloer toe. Net zo'n zaal, net zulke bedden, maar we hadden geen last meer.